In deze video leer je hoe gedrag wordt veroorzaakt. Een ezelsprikkeltje wat ik meestal voorstel is dat in de veroorzaker zit het woordje oor en met je oren kun je prikkels waarnemen. Dus gedrag wordt veroorzaakt door prikkels, namelijk de uitwendige en de inwendige prikkels. En die afbeeldingen hieronder zijn voorbeelden van inwendige prikkels. Voorbeelden daarvan zijn dus honger, dorst en hormonen. Inwendige factoren noemen we ook wel motiverende factoren. Deze factoren die hebben een bepaalde motivatie, drang tot de bereidheid van een bepaald gedrag. Bij de meeste gedragingen reageert een dier uit prikkels op uit de omgeving. Dat is bij kinderen ook meestal zo. Ze kunnen zich nog niet zo goed concentreren op een bepaalde opdracht. En als er een ambulance voorbij rijdt, of ze zien een vlinder, of ze horen een mobieltje afgaan, dan zijn ze gelijk afgeleid. En wij leren in de loop van de jaren bepaalde prikkels te selecteren waar je op reageert. Dus ze werken selectief. Als je bijvoorbeeld in een drukke straat fietst of op een brommer zit, dan reageer je niet op al die mensen. Maar als er in één keer oversteekt, dan reageer je daar wel gelijk op. Dus het heeft ook te maken met een bepaalde training voor het selecteren ervan. In deze dia wil ik even terugkomen op de video die ik heb laten zien in de les. Het ging over meeuwjongen, waarbij een aantal modellen werden aangeboden. Meeuwjongen die pikken naar de snavel van een ouder omdat zij honger hebben. De ouder die reageert daarop, die is een soort respons dat hij dan voedsel uitbraakt. Als er geen stip zit op zo'n model, reageert zo'n jong helemaal niet. En als er een stip wel op zit, dan leidt dat tot een bepaald gedrag. En dat gedrag noemen we dan een sleutelprikkel. Dus een sleutelprikkel is zeg maar de prikkel die een doorslaggevende rol speelt bij het veroorzaken van bepaald gedrag. Dus het is een prikkel die altijd een bepaald gedrag tot gevolg heeft. In de video die ik liet zien was vooral het contrastverschil het belangrijkste voor die sleutelprikkel. In het boek staat een voorbeeld van een rode snavel, maar het ging niet om de kleur rood, maar het ging juist om het contrast. Soms is een sleutelprikkel ook overdreven en dat leidt tot een sterkere reactie. Zo'n prikkel noemen we een supranormale prikkel of een supernormale prikkel. In het voorbeeld van de video was dit een potlood die rood-witte strepen had. Hier reageerde zo'n kuiken 126 keer op, vergeleken met het normale model waar die dan 100 keer op reageert. Dus het is vaak een kunstmatige prikkel, maar dat hoeft niet zo te zijn. In de eerste opname heb ik jullie ook een video laten zien over stekelbaasjes, het onderzoek van Tinbergen. Hij had een aantal modelletjes gemaakt en wanneer hij een model pakte zonder rode buik, dus die meest leek op het mannetje, reageerde hij totaal niet. Op die andere maffe figuren had hij wel een ontzettende reactie. Dus de kleur rood is bepalend voor het gedrag van een stekelbaarsmannetje. Om terug te komen op die supranormale prikkels. Het is echt voor elk diersoort of bij mensen, elke cultuur is het verschillend waar je op reageert. Een bepaalde orchidee lijkt zoveel op een bij dat de mannetjes zich daar volledig op storten. Zo die orchidee heeft dan zeg maar bijna 100% kans dat hij bestoven wordt. Omdat hij zo'n supranormale werking heeft op die bij. Bij schoolertjes werkt het ook zo als je er een ontzettend groot ei naast haar eigen ei legt. Dat het vrouwtje het nest verlaat en gaat broeden op dat grote. Ook al is deze van kunststof, ook al kan zij er helemaal niet op zitten en valt het elke keer af. Die drang is zo groot dat hij gewoon haar eigen eieren verlaat. Bij koekoeken werkt die rode binnenkant van de snavel ook als een supranormale prikkel. Door deze rode binnenkant vliegt een vrouwtje de hele dag op en neer om haar vliegen te vangen voor dat koekoeksjong. Nou, deze foto heb ik er ook in gezet omdat het supranormale prikkels zeg maar cultuurbepalend zijn of verschillend zijn.
In Afrikaanse landen is het bijvoorbeeld heel erg hip om een hele grote lip te hebben en een ontzettend grote oorlel. Dat is gewoon ontzettend. Ja, dat heeft een supernormale werking op de bepaalde culturen daar. Terwijl hier zijn de mannen meer gecharmeerd van smalle tailles, brede heupen, bepaalde maten waar al die modellen aan voldoen. In de reclame maken wij ook gebruik van supranormale prikkels. Bijvoorbeeld in een baasje reclame gebruiken we een heel lief, klein, schattig labradorpuppy, waardoor mensen geprikkeld raken en ja, daar een goed gevoel bij hebben en dan die baasje toiletpapier kopen. En dat geldt ook voor onderbroekmerken of parfums of biermerken. En reclamebureaus maken ook gebruik van grappige afbeeldingen door een, ja, door een foto te shoppen, waardoor deze ja, opvalt. Nou, dit was hoe gedrag wordt veroorzaakt. De volgende video gaat over hoe gedrag wordt bepaald.